NOS 10 uur journaal. Goedenavond, dames en heren. Het besluit over de uitbreiding van Schiphol moet nog in deze kabinetsperiode genomen worden. Dat zei VVD-leider Bolkestein vanavond op een spreekbeurt van zijn partij in Amstelveen. Hij vindt dat Nederland ook in de toekomst moet meeprofiteren van de groei van de luchtvaart. De zaal in Amstelveen puilde vanavond uit. Want VVD-leider Bolkestein in echte actie, dat zie je niet elke dag. Een echte Bolkestein-actie was het. De VVD-leider drijft het kabinet op tot snelheid. Het kabinet moet van Bolkestein nog voor de verkiezingen een besluit nemen en wel tot uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Het kabinet zelf wil eerst een discussie van 4 maanden of Nederland die uitbreiding zelf wel wil. Als die ronde van 4 maanden voorbij is, dan vind ik dat het kabinet zelf een ei moet leggen en niet moet wachten tot het regeerakkoord wordt onderhandeld voor de volgende periode. Bolkestein loopt dus vooruit op het kabinet. Want een discussienota van het kabinet over de vraag of de luchtvaart wel verder mag uitbreiden in Nederland moet deze week nog verschijnen. VVD-leider Bolkestein vindt hoe dan ook dat de luchtvaart in Nederland verder moet kunnen groeien. En als dat inderdaad de uitkomst van de komende discussie wordt, dan is D66-fractievoorzitter Wolfensperger het met hem eens dat dit kabinet een besluit over een tweede luchthaven moet nemen. En ook VVD-minister Jorritsma is het daarmee eens. Maar die denkt dat het niet erg realistisch is en denkt dat dat sowieso wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. Daartegenover staan PvdA-fractievoorzitter Wallagen en PvdA-leider en minister-president Kok. Die vinden allebei dat het volgende kabinet de knoop door moet hakken. Een nieuw probleem in Paars is geboren. China neemt afscheid van Deng Xiaoping. Met aanzienlijk meer vertoon dan de Chinese leider zelf wilde, is hij vandaag gecremeerd. Premier Jiang Zemin en andere politieke leiders waren de eerste om de traditionele 3 buigingen te maken ter ere van de overledene. Daarna was het pas de beurt aan Deng's familie. De Chinese bevolking stond met duizenden langs de route van de rouwstoet om hun leider de laatste eer te bewijzen. Omdat de regering bang was dat sommige Chinezen het rouwbeklag zouden aangrijpen om te gaan demonstreren voor meer vrijheid en democratie, waren op grote schaal militairen en politiemensen opgesteld. Het plein van de Hemelse Vrede, een centrale plaats voor de ceremonie, bleef voor velen dan ook onbereikbaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright zal haar bezoek aan China een dag eerder dan gepland afronden. Want de Chinezen willen morgen, als de grote herdenkingsplechtigheid voor Deng wordt gehouden, geen buitenlandse gasten. Albright meldde wel dat er vooruitgang is geboekt bij afspraken over wapenbeheersing. Maar de discussie over de mensenrechten in China blijft uiterst moeilijk, aldus Albright. In de Beierse stad München hebben leden van de rechtse CSU uit protest een krans gelegd bij het monument voor de onbekende soldaat. Vanavond werd in München de tentoonstelling Misdaden van de Weermacht 1941-1944 geopend. Daarover is grote commotie ontstaan in Beieren. De CSU'ers vinden de tentoonstelling een belediging. Het is een belediging voor alle übrigen soldaten die, wie in jedem staat, zur Wehrmacht eingezogen worden sind, gekämpft haben und jetzt rückwirkend noch als Kriegsverbrecher mit denen zusammengeworfen worden sind, die sich tatsächlich Verbrechen zur Schuld kommen ließen. Op een bomvolle persconferentie maakte de burgemeester van München, de SPD'er Christian Oude, duidelijk waarom de stad ondanks alles wil vasthouden aan deze tentoonstelling die al in 15 andere steden te zien was. Die behauptung dat die offenlegung derartiger historischer fakten die gesamte Wehrmacht einschließlich aller Angehöriger in ihrer Ehre verletze, stammt nicht von den Ausstellungsmachern, sondern sie stammt von den Ausstellungsgegnern. De tentoonstelling maakt korte metten met de mythe dat de gewone Duitse soldaat niet heeft meegedaan aan massamoorden, maar dat dat door de SS en de SD is gebeurd. Als bewijs worden foto's getoond en brieven geciteerd van Duitse soldaten
die soms zelfs met veel enthousiasme aan het moorden zijn geslagen. Topoverleg in Duitsland tussen de belangrijkste leden van de regering Kohl en de SPD-oppositie. De bondskanselier probeert tot nu toe vergeefs ook zijn politieke tegenstanders te winnen voor belastinghervormingen. Maar de SPD is tegen een btw-verhoging en vindt dat Kohl naar een andere manier moet vinden om de economische crisis een halt toe te roepen. Aan boord van het Russische ruimtestation Mir is brand uitgebroken bij het vervangen van een luchtfilter. De brand was na 7 minuten geblust, maar de 6 cosmonauten moesten nog een tijd lang gasmaskers dragen. Het 11 jaar oude ruimtestation is eigenlijk al afgeschreven, maar er is geen geld om een nieuw station te bouwen. Tegen een man die 3 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is 6 jaar geëist wegens doodslag. Het proces is vooral van belang om uit te maken of doodslag in dit soort gevallen bewezen kan worden. Daarvoor moet voorwaardelijke opzet blijken. Dat wil zeggen dat de automobilist rekening moet hebben gehouden met de mogelijkheid dat hij een dodelijk ongeluk kan veroorzaken. Regionaal televisienieuws als gat in de markt. Na het hart van Nederland begint de commerciële zender SBS6 nu ook met het hart in de regio. Kijkers in de regio Amersfoort krijgen de primeur van regionaal nieuws. Dat wordt tussen de landelijke SBS-programmering uitgezonden. Pogingen van de publieke omroep om met zo'n regiovenster te komen liep tot dusver op niets uit. De staking bij het AVB-concern breidt zich uit. Naast de vestiging in Foxhol zullen morgenochtend ook de werknemers van de fabriek in Ter Apel Kanaal staken. De staking kan ook nog overslaan naar de vestigingen Gassel ter Nijveen en Veendam. Maar de vakbonden zullen pas later besluiten of en wanneer die bij de actie betrokken worden. Het arbeidsconflict bij AVB draait om de eis dat de banen van alle bijna 1800 werknemers gegarandeerd worden. De directie van het bedrijf wil die garantie niet geven en zegt dat haar reorganisatieplannen niet voor 10 maart klaar zijn. Daarna wil de AVB top met de vakbonden overleggen. Maar de onrust onder de werknemers is zo groot dat er vanmorgen in het Groningse Foxhol een wilde staking uitbrak. Die werd later op de dag door de vakbonden overgenomen. AVB wil zich terugtrekken op haar kernactiviteiten en andere taken afstoten. Het personeel is bang dat dat ten koste van de werkgelegenheid zal gaan. Onzekerheid beheerste vandaag de Europese financiële markten. Handelaren wachten op richtinggevend nieuws. De koersindexen sloten verdeeld. Na grote schommelingen sloot de AEX-index 4/16 punt hoger op 733,5. Behalve door een gunstige opening van Wall Street werd de index beïnvloed door speculatie op de jaarcijfers van ABN AMRO. Het aandeel sloot 4,60 gulden hoger op 141 rond. De Eurotop 100-index zakte 7/17 punt naar een slotkoers van 1804/18. Londen was lager, Frankfurt vrijwel onveranderd en Parijs hoger. De dollar verloor vanavond flink terrein. In New York zakte de munt 1/17 cent naar 1,88 gulden rond. In tegenstelling tot hun collega's in Europa hadden de handelaren in New York er vandaag wel zin in. De Dow Jones-index sloot zojuist 77 punten hoger op 7008. En u krijgt nu het weer, Frank Elkhuizen. Ja, het wordt zeer onstuimig vannacht, want er trekt namelijk een echte zuidwestenstorm over het land. Ja, en het centrum van die stormdepressie die is prachtig te zien op de wolkenfoto, ligt hier zo'n beetje over het midden van Engeland. En die trekt de komende 12 uur net ten noorden van de Wadden langs, richting het oosten. En met die wind die er allemaal omheen circuleert, daar krijgen wij vannacht mee te maken. Dat betekent dat de komende uren de wind verder gaat aantrekken. Niet alleen langs de kust, maar ook in het binnenland kan het enige tijd gaan stormen. Dat is een windkracht 9. En langs de kust kan zelfs tijdelijk wel even een zware storm staan, een windkracht 10. Windvlagen in het binnenland zelfs zo ruim 100 km per uur. Dus heeft u nog spullen buiten staan, bindt u ze vast of haalt u ze naar binnen. Want het gaat flink tekeer vannacht. Verder is het bewolkt en het regent. Het wordt niet koud, een graadje of 8. Nou, morgenochtend dan zal het langs de westkust nog eerst even stormen. Maar geleidelijk aan neemt de wind overal iets af. Maar het blijft nog steeds stevig waaien. Ook morgen overheerst de bewolking. Voor de zon is maar heel weinig ruimte en er kan af en toe nog eens een bui vallen. Blijft zacht. Temperaturen rond de graad of 10. U zag het 10 uur journaal van maandag 24 februari. Meer nieuws vanaf 11:15 in Studio NOS. Met om ongeveer 11:30 het journaal. Ik wens u een prettige avond.